Duizenden Arabische mannen hebben de afgelopen tijd honderden vrouwen seksueel aangevallen, vernederd, verkracht. Alle vrouwen zijn loslopend wild. Testosteronbommen heb ik de daders genoemd. We hebben gezien waar ze toe in staat zijn. Het is seksueel terrorisme, een seksuele jihad. En het gebeurt overal in Europa, in Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, overal. Waar honderdduizenden, vooral alleenstaande mannen uit een cultuur van vrouwenonderdrukking, werden binnengelaten. Overal waar de onverantwoorde open deurpolitici, zoals premier Rutte en kanselier Merkel, de rode loper wordt uitgerold voor deze testosteronbommen. Overal krijgen we nu te maken met een verkrachtingsepidemie. Het is een ramp die vermeden had kunnen worden en vermeden had moeten worden, maar niet vermeden werd. Op vele plaatsen probeerden de autoriteiten en de media het verschrikkelijke nieuws onder de pet te houden, onder het tapijt te schuiven. Maar dat lukt ze niet meer. De geest is uit de fles. En er heerst terecht woede, angst in Nederland en in de rest van Europa. Mensen zijn terecht heel erg boos. Duizenden Nederlandse vrouwen stellen zich grote vragen bij hun eigen veiligheid. Wie zal mij beschermen? Duizenden Nederlandse mannen maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun vrouwen. Wie zal hen helpen? En duizenden Nederlandse ouders zijn bang voor wat hun dochters kan overkomen. Wie waakt er over hen? Vreselijke massa-aanrandingen, zoals in Keulen, kunnen ook hier in Nederland gebeuren. En het is tijd die waarheid onder ogen te zien. Deze daders komen uit een cultuur waarin vrouwen minderwaardige wezens zijn. Een cultuur van eerwraak en vernedering. Een cultuur gesticht door een profeet die seksslavinnen had en een 9-jarig meisje verkrachtte. Het is tijd ook die waarheid onder ogen te zien. Want wie wegkijkt, is medeschuldig. En het wordt steeds duidelijker. Premier Rutte, mevrouw Merkel en al die andere politici in Europa die hun grenzen weigerden te sluiten, ze laten onze vrouwen en dochters keihard in de steek en zijn dus medeverantwoordelijk. Wat de PVV betreft is het duidelijk. Onze grenzen moeten dicht. Dicht voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen. Maar zolang dat niet gebeurt, zolang de islamitische testosteronbommen als een zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de AZC's. Voor hen moeten de AZC's gesloten instellingen worden, zodat geen enkele mannelijke asielzoeker nog de straat op kan en zodat onze vrouwen eindelijk worden beschermd.